Rotonde is een nieuwe serie in 8 afleveringen... waarin steeds één solist het werk van een bekende persoonlijkheid presenteert. Vanavond in de eerste aflevering Trin Snijders met liedjes van Annie M.G. Schmid. Trin Snijders, je bent al jarenlang actrice. Een paar jaar geleden ben je begonnen met zingen. Maar je hebt mij toegefluisterd dat je niet ervan houdt om echte liedjes te zingen. Hoe heb je dat weten te omzeilen met toch liedjes van Annie M.G. Schmid? Ik heb ze niet als liedjes gelezen. Daar begon het al mee. Dus ik heb ze als gedichten gelezen. En inhoudelijk had ik er wat mee. En dan daar heb ik het op een lijstje gezet. Was dat voor jou anders, Annie? Nou, het zijn inderdaad geen liedjes. Een heleboel ervan. Het zijn light verse, heet het in het Engels. Maar lichte verzen heet het in het Nederlands. Zodat ze, een paar ervan waren ook helemaal niet op muziek gezet. Het was ook heel verrassend voor mij om die te horen. Natuurlijk enig. En mooi gecomponeerd door Onno Krijn. En er zijn ook een heleboel liedjes. Ik zeg het maar even voor het gemak, nu liedjes. Die niet bekend waren. Waarom heb je die gekozen? Weer precies om dezelfde reden. Er waren dingen die mij troffen. En dan ga je je verder afvragen, zou daar muziek voor zijn of niet muziek voor zijn? En als er geen muziek is, dan moet het maar worden opgelost. Hè? Ik ben inhoudelijk met Annie M.G. Schmid bezig geweest. In allereerste instantie en niet op een andere manier. En ook iets wat... Het moet natuurlijk ook met mij te maken hebben en met mijn eigen programma's. Je wil niet te ver van jezelf afdwalen. Wat is het lijntje wat jij met Annie M.G. Schmid hebt? Mensen, denk ik. Tijden ook. Een bepaald soort ironie en een bepaalde... Misschien zelfs wel bitterheid over zoals wij zijn. Is dat zo, Annie? Is dat bitterheid? Er zit een hoop bitterheid in verscholen, zeker. Ja. En ik ben juist blij dat er ook eens een keer wordt uitgehaald. Er wordt meestal bij mijn werk de grap en de spot en de luchtigheid eruit gehaald. Dat is in dit geval absoluut niet gebeurd. En dat ben ik heel erg dankbaar voor. Dat zie je ook eens een andere kant. Het is zo verrassend om je eigen werk weer van... met andere muziek dus. Of een andere samenstelling van de muziek. En door een heel ander mens en op een heel andere toon... en in inzet en approach te horen. Dat vond ik enig. Wel een verrassing dus. Een hele grote verrassing, ja. Trins, wat is het de regel waarvan je zegt, nou, die zing ik nou het allerliefste in dit programma? Ik zing hem niet, ik spreek hem en die heeft mij ontzettend gefrappeerd. Pas op, we leven in de schijn. We zijn gevangen in de drama, zeg ik er meteen fout ook van puur. Pas op, we zijn gevangen in de schijn. Dat heeft mij. Dat was het eerste zinnetje, misschien wel dat wat ik las. En dan kwam dat mooie winterpark achteraan. En want ik ben zelfs bang, ik denk, als mensen nou maar niet denken, dat dat een zinnetje van mij is waar ik leuk een programma mee aan elkaar plak. En dat is het dus niet. Nee. Het heeft, dat hele winterpark heeft voor mij iets wat ongelooflijk met mevrouw Smit te maken heeft. Maar we kennen elkaar verder helemaal niet. Dus dat is alleen maar een gevoel wat wel helemaal niet waar hoeft te zijn. Maar dat. Wanneer schreef je dat, Annie? Nou, 100 jaar geleden. Er zijn van die dingen die ik absoluut vergeten ben dat ik ze ooit geschreven heb. En dat geldt niet alleen voor dit soort, maar ook voor kinderversjes zoveel. Dat ik mijn kleinzoontje iets hoor zeggen, zeg ik, wat zeg je? En dan zegt mijn zoon, dat heb jij geschreven. En ik denk, is dat werkelijk? Dat is zo lang geleden, ik heb zoveel gemaakt. Ja. Maar pas op, we zijn gevangen in de schijn. Had je dat ook nu nog kunnen schrijven? Of is het voor jou iets gedateerd? Nou, als ik het nu zoiets schreef, dan zou ik het aanstellerig van mezelf vinden. Vond ik toen niet. Ik vind het ook niet, nou ik het hoor. Maar ik denk, nee, het is mijn soort genre niet. Vandaag in Rotonde, Trin Snijders zingt Annie M.G. Schmid. Pas op, we zijn gevangen in de schijn.
het park dat veel te wit is om nog reëel te zijn. Blauw oog aan het blinken is. En kijk, mijn vriend, hoe hoog de hemel is vannacht. En hoe de maan die ons in deze wintertuin ziet staan. Met een filijne glimlach wil beginnen ons in haar maan gedachten in te spinnen, zodat wij wit en stil zijn als haar eigen maankinderen. En zo stupide zwijgen. Breek de betovering van sneeuw en schreeuw. Het is te laat, wij kunnen niets meer doen. Wij zijn twee beelden in het stadsplantsoen. Dit liedje schreef Annie M. G. Schmid toen ze nog heel jong was. Laten we zeggen, aan het begin van haar carrière. En aan het eind van dit programma zal ik nog een versje van haar zingen. Vanuit die jonge jaren geschreven dus. En daartussenin een vol leven. Een leven dat zeker heel erg beïnvloed is geweest door de oorlog. En met name door de jaren na die oorlog. Het was in die jaren dat zij haar laarzen schreef. Ik had ze aan, dat is nou 12 jaar geleden. Het was mei en zonnig, met een blauwe lucht. Het was in 40. Ik had paard gereden. En met die laarzen aan ben ik gevlucht. En met die laarzen aan heb ik gezeten. Het is nou voorbij en alles bij elkaar zijn wij die oorlog alweer lang vergeten. Maar af en toe, dan kijk ik er eens naar. Zo'n ding op zichzelf is niet zoiets raars. Gewoon een laars. Nee, laarzen op zichzelf, daar is niets tegen. Maar kijk, wanneer het er miljoenen zijn, miljoenen laarzen dreunend op de wegen en met daarachter één krankzinnig brein. Weet u nog wel, die laarzen die marcheerden? De laarzen die marcheren op de maat. En die geen sterveling kan tegenhouden met geen geweld en met geen goede wil. En weet u nog het geluid dat zo benauwde? Die laarzen houden bij mijn voordeur stil. Nou goed, wij hier vanmiddag met z'n allen, wij zijn eraan ontsprongen, aan die dans. En al die anderen die zijn gevallen, die hebben nu een nogal dorre krans. Eens kijken, waren het er 30 miljoen, of waren het er soms nog meer?
laten we bedenken, een volgende keer zijn de laarzen die het doen. Gaat het, mevrouw Karels? Zij zegt, oh, dank u werkelijk, heel goed, dat zal ook wel. Ze heeft weer zulke parels, ze is weer dik, ze draagt alweer zo'n hoed. Soms wordt die vraag, hoe gaat het, wel eens pijnlijk. Soms is de vraag, hoe gaat het, wel eens mis. Wat zegt u? Mijn familie. Dood, waarschijnlijk. Ik ben de enige die over is. En wij leven door. Wij zijn het vergeten. We hebben alles weer wat opgelapt. Maar laarzen hebben veel op hun geweten. Ze hebben heel de wereld platgetrapt. En als we alles eens preciezer wisten, van al die kinderen zonder onderdak, van al die zwervelingen en vermisten, dan zaten wij niet zo op ons gemak. Eens kijken, waren het er 40 miljoen, of zijn het er misschien nog meer? Laten we bedenken, een volgende keer zijn de laarzen die het hem doen. Een laars is schoeisel vervaardigd uit rundleder, dat zegt het woordenboek, meer zegt het er niet van. En mannen zoals Rauter en Schrajeder, die hadden dat rundlederschoeisel aan. En daarmee trapte ze op onze mensen. Ze trapte op het hart en op de geest. En wij zitten nu nog ernstig te bedenken of zij wel echt misdadig zijn geweest. Die laarzen kunnen ons nu niet meer deren. Maar in de verte dreunt een nieuw refrein. Er zullen nieuwe laarzen opmarcheren, zolang er zoveel runderen zijn. Eens kijken, wordt het dan weer net als toen. Och, hoe het dan ook mag zijn. Het is niet dat ene krankzinnige brein. Het zijn de laarzen die het hem doen. Het is niet dat ene krankzinnige brein. Het zijn de laarzen die het hem doen. Hij leefde enkel op tv, hij leefde in de sterreclame. Daar kwam hij in een keurig pak, in een reclame voor cognac. Hij was er vlak na het journaal, we waren blij dat we hem zagen. Het nieuws is zo catastrofaal dat we het nauwelijks kunnen dragen. Alles is stuk, grote verloedering, alles mislukt, nergens verbroedering. Eén grote beestenboel, straks komt de paddenstoel boven het schoollokaal, zegt het journaal. Straks komt de grote boom, dom, dom, dom. Straks komt de grote boom, dom, dom, dom.
Maar vlak na Iran en Irak kwam hij met dat glas cognac. Zo rustig en op zijn gemak. Hij zat op de bank, hief het glas met de drank. En wij dachten, goddank, goddank, het leven gaat door. Dank u wel, dank u wel. Het leven gaat door. Het journaal komt weer terug, het nieuws blijft alle dagen dreigen. De wanhoop springt op onze rug en is er niet meer af te krijgen. Alles verpest, waar moet je dan zoeken? Enkel protest. Spandoeken, spandoeken, straks wordt de kruisraket op een balkon gezet of in het trapportaal, zegt het journaal. Straks komt de grote boem, doem, doem, doem. Straks komt de grote boem, doem, doem, doem. Maar vlak na Afghanistan kwam hij. En daar zat hij dan, die aardige lachende man. Hij zat op de bank, hief het glas met de drank. En wij dachten, goddank, goddank, het leven gaat door. In een bovenaardse sterreclame. Het leven gaat door, omdat er ook altijd weer kinderen zijn. En van al die duizenden gedichtjes is er één gekozen omdat Annie M. G. Schmid zelf dat gedichtje nog niet zo lang geleden heeft voorgedragen op een echt poëziefestival. Wat is dat, mevrouw van Gelder? Houdt u beren in de kelder, bruine beren in de kelder van perceel? Als het nou konijntjes waren of een aantal ooievaren, maar het zijn echte bruine beren en zoveel. Kijk eens hier, meneer Verhagen, moet ik u permissie vragen? Houdt u bij uw eigen zaken, alstublieft? Kom vooral geen stap meer nader, het zijn de beren van mijn vader en ik heb ze alle zeven even lief. Nou, ik zal u dit vertellen. Ik ga de politie bellen en de brandweer en de generale staf. Hoor eens hier, meneer Verhagen, als u dat probeert te wagen, stuur ik alle zeven beren op u af. Als u even hier wilt komen, zal ik ze voor u laten brommen. Hoort u dat, meneer Verhagen? Hebt u nou nog iets te vragen? Oh, wel nee, mevrouw van Gelder, nou niet meer. Goedendag, mevrouw van Gelder. Wat zijn uw gordijntjes helder? Veel genoegens met de beertjes in uw huis. Wel, tot ziens, meneer Verhagen. Prettige vakantiedagen en de hartelijke groeten bij u thuis. En terwijl ze zoveel kinderliedjes schreef, heeft ze misschien maar twee wiegeliedjes geschreven.